De vroege vogels moesten deze dinsdag de regen nog trotseren. Maar dat was al vrij snel verdwenen, trok weg naar het noorden. En daarachter volgden brede opklaringen, veel ruimte voor de zon. En kon nog een paar uur genoten worden van die prachtige herfstkleuren. En vooral een beetje beschut tussen de bomen. Verscholen voor de wind was het dan al heel snel aangenaam. Maar in het westen van het land was die wind wel een beetje een spelbreker. Maakt het gevoelsmatig allemaal een stukje kouder. We zien het hier ook op de boulevard van Vlissingen. Die vlaggen die wapperden in de wind. En op deze foto valt ook al te bespeuren dat de bewolking daar wat dikker was. In de komende uren gaat die bewolking nog verder toenemen. Dat heeft allemaal te maken met het naderen van een regenzone. Die zien we hier ook in de berekeningen van de weercomputer. Aan het einde van de middag begint het in het uiterste zuidwesten van ons land al te regenen. En die regenzone gaat zich in de loop van de avond van zuidwest naar noordoost over het land uitbreiden. En woensdagochtend begint het dan geleidelijk al wel weer droog te worden. Maar we zien hier en daar ook nog wel wat losse buien ontstaan. Dus morgen zal het niet overal helemaal droog blijven, maar dat aaneengesloten gebied met regen is verdwenen. Maar op donderdag nadert alweer de volgende regenzone. Die strekt zich helemaal uit richting een lage drukgebied boven Groot-Brittannië. En wat deze regenzone ook met zich meebrengt, is een toename aan de wind. Dus de donderdag zal vooral een beetje een gure herfstdag worden. Dan eerst nog eventjes naar vanavond. Dan hebben we nog met die eerdere regenzone te maken. Die trekt ook van zuidwest naar noordoost over het land. In het uiterste noorden, in Groningen, zal het pas tegen middernacht gaan regenen. Maar op veel plaatsen vanavond dus al regenachtige periode. Ook nog steeds redelijk wat wind daarbij uit het zuidoosten. Matig boven land, vrij krachtig aan zee. De temperatuur ligt dan rond een graad of 10. In de loop van de nacht dan trekt die regenzone weg naar het noordoosten. Begint het in het uiterste zuiden en zuidwesten alweer op te klaren. Eerst nog wel wat bewolking, maar zodra er wat gaten in het wolkendek vallen, kan de temperatuur helemaal aan het einde van de nacht nog wel eventjes wat omlaag gaan. En dalen naar zo'n 7 of 8 graden. En onder die bewolking met regen in het noorden en midden van het land blijft het zo rond een graad of 10 schommelen. Woensdag overdag dan is die regenzone grotendeels verdwenen. Maar zoals ik net al zei, kunnen er verspreid over het land nog wat buien ontstaan. Hier in de weersymbolen dus wat druppeltjes, maar de meeste plaatsen zullen het droog houden. Opnieuw wel wat wind daarbij, matig tot vrij krachtig. Maar tijdens zonnige perioden, een beetje beschut, zal het toch al snel wat aangenamer voelen. Temperaturen zo 12 of 13 graden. Nou, die wind gaat donderdag dus wel een beetje roet in het eten gooien. Die trekt dan behoorlijk aan. Kan aan zee af en toe ook krachtig of hard worden met 6 of 7 boven. Temperatuur is vergelijkbaar. Opnieuw zo'n 12 of 13 graden. Met een zonnetje erbij in het uiterste zuiden. Misschien net 14 graden. En ook donderdag overdag kunnen verspreid over het land wat buien vallen. En dan hebben we in de vroege ochtend dus nog die regenzone die wegtrekt. Samenvattend hebben we de komende dagen dus wisselvallig weer. De meeste regen valt vaak in de nachtelijke uren, maar ook overdag nog kans op een bui. En temperatuur ligt vaak rond 12 of 13 graden.